naar deze nieuwe video. Ik ga mezelf vandaag een winter makeover geven. En dat houdt in dat ik mijn make-up ga opdoen, want ik heb nou niks op. Ik ga 3 leuke winter outfits laten zien. Als je dit concept nog niet begrijpt, ik heb al 1 keer ook een herfst makeover video gemaakt. En ook daar heb ik een leuke romantische herfstlook gemaakt. En ook volgens mij ook 3 outfits laten zien die geschikt zijn voor de herfst. Vandaag gaat het dus over de winter, want we zitten al even kijken in november. Dus het wordt vandaag een beetje een winter ijzige sneeuw make-up look. Oh, er komt heel tijd zo zon hierachter en dan krijg je die hele licht balkje hier. Echt zo ugly. Het verpest mijn hele achtergrond. En vooral in de winter is het altijd super super droog. Iedereen krijgt vaak een droge huid, droge lippen en alles. Dus ik ga ook echt een make-up look maken die een beetje geschikt is voor het droge weer. Dus ik ga ook laten zien mijn dagcreme en zo. Al die dingen die ik normaal niet echt laat zien. Wat ik doe voordat ik me ga opmaken. Dat ga ik vandaag ook laten zien. Dus ja, ben je benieuwd? Laat dan gewoon vooral even kijken. Oké, voordat ik me altijd begin met op te maken, begin ik altijd eerst met mijn dagcreme die ik gebruik is de Clinique ID dagcreme. Dit is een product die voor iedereen anders is, want je kunt hem creëren naar jouw huid. Ik heb bijvoorbeeld hier de blauwe flacon of wat het ook is erin gedaan. En die is speciaal voor een droge huid, dus ideaal voor in de winter. Maar ik heb sowieso altijd wel een beetje een droge huid. En ook de substantie die erin zit heb ik ook gekozen. Ik ben ook gegaan voor echt een creamy substantie, gewoon echt een crème. Maar je hebt ook een jelly en dat soort dingen. Dus je kunt hem helemaal creëren als hoe jij wilt. Ik heb hem gehad in PR. Er staat ook mijn naam op. Sarah, super cute. Met allemaal van die bloemetjes en zo. Heel erg leuk. Dus dit is de dagcreme die ik altijd gebruik. En dan pak ik altijd gewoon een beetje en dan breng ik het aan over mijn hele gezicht. En ik vind hem echt top. Hij is echt heel hydraterend. Nou, dan mijn lippen. Ik heb altijd hele droge lippen. Ook niet in de winter. Ik ben eenmaal droog. Mijn huid is altijd droog. Mijn lippen zijn altijd droog. Maar heel veel mensen hebben vooral in de winter last van droge lippen. Ik heb dit al wel 1 keer laten zien. Maar ik gebruik altijd mijn Fenty Beauty Scrub. Ik gebruik altijd mijn Fenty Beauty Scrub en mijn Fenty Lip Balm. Deze combi is echt geweldig. Fenty Beauty is te koop bij Smuk Cosmetics. Link staat in de beschrijving. En dit is gewoon een scrub als een lipstick. En hij is al bijna op zoals je kunt zien. Dit is nog het enige wat er van over is. Oh my god. En dan ga ik gewoon zo over mijn lippen heen om de velletjes eraf te halen. En nou zitten scrubsen op mijn lippen. En wat er echt voor zorgt dat de velletjes eraf gaan, is ik pak een wattenschijfje en dan ga ik zo scrubben over mijn lippen. En dit zorgt ervoor dat, dat de velletjes er echt helemaal van afgaan. En dan scrub ik altijd best wel hard. En als ik dat heb gedaan, dan pak ik mijn balm en dan breng ik die erop aan. En dit doe ik altijd voordat ik mij ga opmaken. Want dan kunnen mijn lippen een beetje hydrateren terwijl ik me opmaak. En nu ben ik helemaal geprept om het te gaan opmaken. Mijn wenkbrauwen heb ik al gedaan. Ik zal wel een keertje weer mijn wenkbrauwen doen in een video. Zodat je weer kunt zien hoe ik ze altijd doe. Oké, nou ik ga vandaag weer voor een heftige ooglook. Dus ik begin eerst met mijn ogen. Ik gebruik mijn Morphe X James Charles paletje. Want die heeft elke kleur ever. Dus dat is echt ideaal. Echt een ideaal paletje. Zoals je kunt zien. Ik ga vandaag een beetje voor een donkere, zwart-blauwe, smoky make-up look. Dus we gaan even inzoomen. Ik ga beginnen met het primen van mijn ogen. Met mijn Colourpop concealer in de kleur Light 16. Ik heb deze concealer al even niet meer gebruikt als oogschaduwprimer. Maar hij is daar echt ideaal voor. Want hij is zo precies niet te nat en niet te droog. Dus ik vind hem echt ideaal als oogprimer. Ik gebruik hem niet als concealer. Want daar vind ik hem niet fijn voor. Daar vind ik hem iets te droog voor mijn huid. Maar als oogschaduwprimer is hij echt ideaal. Nou, ik ga beginnen met deze lichtbruine matte kleur. Die gebruik ik als transitiekleur in mijn arcadeboog. En ik gebruik weer de grootste fluffy kwast uit mijn ogenkwasten set. En deze breng ik dan zo aan in mijn hele arcadeboog. Ik heb verder geen poeder meer op de concealer gedaan. Dus nou blijft hij gewoon lekker goed plakken. Omdat ik echt voor een best wel donkere look ga, breng ik vandaag best wel veel kleuren op elkaar aan. Zodat het wel echt smoky wordt. Want als je echt ingaat met zwart en zo, dan wordt het vaak een beetje patchy en niet heel mooi smoky. Dus dat kun je oplossen door heel veel kleuren eronder aan te brengen. Waardoor zo al die kleuren in elkaar overgaan. Kost wel iets meer tijd, maar totally worth it. Dan ga ik in met een ietsje meer donkerbruine matte kleur hier. Daarmee ga ik ook gewoon weer in mijn arcadeboog. En ik blijf een beetje onder die andere kleur. Dit gaat het dus iets meer donkerbruin maken.
En ik gebruik gewoon nog mijn grote fluffy kwast. Hier breng ik niet echt heel veel van aan, gewoon een beetje om het iets donkerder te maken. Dan ga ik in met deze hele donkere bruine matte kleur. En nu pak ik de kleinste fluffy kwast uit mijn set, want ik pak echt maar een heel klein beetje. Ik wil het alleen maar een heel klein beetje donkerder maken, zo hier beneden. Echt heel minimaal. Kijk, gewoon echt zo'n klein beetje. En dan pak ik weer die grote fluffy kwast. Ik heb er verder niks meer op gedaan. En dan blend ik het een beetje zo in die andere kleuren. Nou ga ik in met de donkerblauwe matte kleur. Nu komt de kleur die ik eigenlijk echt wou. Al deze bruine kleuren zijn allemaal gewoon een soort van basis. Gewoon voor de zwarte en de blauwe kleuren. En die breng ik aan met een platte fluffy kwast hier in de hoeken. En dan breng ik het ook zo in mijn arcadeboog omhoog. Maar ik ga het er eerst zo helemaal indrukken, dus zodat ik veel pigment krijg en dan pas ga ik blenden. Dan pak ik de matte zwarte kleur en daarvoor gebruik ik weer mijn hele kleine fluffy kwast. En nou gaan we het hier in de hoeken goed donker maken. Zo blend het een beetje in met de blauwe kleur ook. En ik trek het ook door helemaal naar de binnenste ooghoek. Dan pak ik weer mijn grote fluffy kwast om de randen een beetje uit te blenden. Zo, ik wil het heel dramatisch hebben, heel winged out en een beetje zwart-blauw. Ik ga het even bij het andere oog ook doen, ben ik zo terug. Nou ga ik een cut crease maken met mijn witte P. Louise primer. Dit is in de kleur 0, is gewoon echt wit zoals je kunt zien. Oké, nou allebei de halve cut creases zijn gemaakt. Ik ga eerst in met deze witte matte kleur. En die breng ik zo aan hier in mijn binnenste ooghoek. Om het een beetje te zetten en echt wit te maken. En dan ga ik in met deze blauwe kleur. Die is dus iets lichter dan die. Deze had ik in mijn hoeken gebruikt. En nu ga ik in met de iets lichtere. Ik gebruik gewoon een platte kwast. Dit breng ik dan aan hier op mijn ooglid. En dan blend ik het in met de rest. Oh my god. Dan pak ik weer een beetje van die witte kleur en dan blend ik het hier in die blauwe kleur. Dus zodat het een beetje zo'n ombre effect krijgt. Dan pak ik weer die donkerblauwe kleur die ik in het begin had gebruikt. Dan blend ik het een beetje hier in met die blauwe kleur van net. En zo wordt een beetje alles in elkaar geblend van wit naar donkerblauw zwart. Zo, dan ben ik zo wel ongeveer klaar. Nou heb ik een beetje zo'n ombre. Deze ooglook heeft me nou echt 25 minuten of zo gekost en ik ben niet eens klaar. Dan wil ik er nog een soort van extra pop geven. Dus ik heb hier mijn W7 Metal Flash Eyeliner in de kleur Iridescent. Dat is een beetje een wittige, groenige, achtige liquid eyeliner. En die wil ik dan een beetje zo hier in het midden waar de witte oogschaduw zit aanbrengen. Een beetje zo op de rand. Het heeft ook een beetje een groene shift. Ik denk dat je dat wel kunt zien. Super mooi. Ik kan nooit gewoon mijn ooglook mat laten. Ik moet altijd iets van glitter hebben. Ik ga even een hele dunne eyeliner maken met mijn Benefit eyeliner pen. Maar gewoon heel dun. Alleen maar voor de nepwimpers. Zo, gewoon heel dun. Want daar gaan ze dan opplakken en dan vallen ze iets minder op. Ik heb dus op dit oog, op de wimperrand hier, een klein beetje een soort van eczeem of zo. Ik weet niet of iemand dat kent. Eczeem op de ogen. En hoe kom ik ervan af? Want ik heb het echt al een aantal weken. Het wordt wel minder, maar super traag. Nou, omdat het dus winter is en dan is het altijd een beetje slecht weer, regen. Dus ik gebruik een waterproof mascara. De Revolution waterproof mascara. Dus als het dan een beetje vochtig wordt, dan maakt het allemaal niet uit. Want ik heb mijn waterproof mascara. Als nepwimpers gebruik ik mijn Primark X Babydoll wimpers in de stijl 730. Die zijn super lang en extreem, want dat matcht wel met de extreme look. Ik ga ook al deze fallout hier weghalen en dit. Ik weet niet hoe dit hier komt, maar vast door mijn handen of zo. En dan kom ik zo terug en dan gaan we beginnen aan de gezichtsmake-up. En daarvoor heb ik een heleboel tips voor in de winter, in de droge periode. Zo, wimpers zitten erop. We gaan straks weer verder met de ogen. Ik ga nu beginnen aan mijn gezicht. Ik ga mijn gezicht primen met de beste primer voor een droge huid. En hij is ook nog eens betaalbaar. En dat is de Catrice Fresh It Up Primer. Dit is echt de beste hydraterende primer die ik ooit heb gehad. En hij is zo goedkoop, dus echt ideaal voor in de winter. Het voelt echt gewoon als een verkoelende gel of zo. Vooral in de winter vind ik het fijn om geen matte foundation op te doen. Doe ik wel heel vaak, maar ja, I prefer not to, want dan is het een beetje droog en mat. Ik vind een stick altijd heel fijn, want die zijn een beetje vettig. Dit is de Revolution Fast Base Stick in de kleur F8. En die is iets minder droog en iets meer vettig. Dus die breng ik dan gewoon zo helemaal aan over mijn hele huid.
Over mijn hele gezicht bedoel ik. En dit is echt een vettige stick. Ik vind hem niet echt geschikt als je een vettige huid hebt. Want daar vind ik hem iets te vettig voor. Dan pak ik mijn Sarah Marie Cosmetics Foundation Brush. En daarmee ga ik het helemaal zo inblenden. Altijd wanneer ik een stick gebruik, blend ik het in met een kwast. Want dat vind ik fijner. Dan blendt het toch iets beter uit. Als concealer raad ik er twee aan. Ik heb hier de Milani Conceal & Perfect Concealer. Dit is een hele dewy glanzende concealer. Die kan misschien iets te vettig worden als je huid niet heel droog is. En ik heb hier de Maybelline Fit Me Concealer. Die is iets minder vettig, iets minder glanzend. Dus ja, iets meer richting de mat dan deze. Dus het hangt een beetje af van jouw huid. Als je jouw huid nu voelt en je vindt het al vrij vettig, dan zou ik gaan voor die. Maar als je iets hebt van nee, mijn huid is gewoon droog. Ik heb gewoon al het vettig wat ik kan gebruiken, wil ik gewoon gebruiken. Dan zou ik gaan voor de Milani. Ik ga het nou voor de Milani. Ik ga straks sowieso ook nog poeder aanbrengen en zo. Dus voor mij mag het allemaal wel een beetje glanzend zijn. Oh, ik heb by the way de kleur light beige. Die is wel iets te donker. Maar oké. Dan wil ik ook nog gaan cream contouren, want ik wil het poeder contouren van mijn gezicht overslaan. Want ik wil niet heel veel poeder op mijn gezicht gaan doen. Dus ik gebruik weer mijn Revolution Fast Base Stick, maar nou in de kleur F14. Dat is een donkere kleur. En die breng ik dan zo aan hier bij mijn jukbeenderen. En hier bij mijn voorhoofd. En dan ga ik alleen nog maar poeder contouren bij mijn neus. En de contour blend ik uit met mijn contourkwast. En dan druk ik gewoon zo een beetje in. En dan een beetje zo uitblenden. Als poeder gebruik ik mijn Jeffree Star poeder in de kleur beige. Mensen, de geur van deze poeder is echt too much. En dan ga ik die poeder aanbrengen onder mijn ogen. Gewoon overal waar ik concealer heb aangebracht. Omdat ik nou vooral vettige producten heb gebruikt eronder, wordt het allemaal niet zo'n droge bedoeling. Oh, deze poeder. Ik breng niet super veel aan. Ik ga niet echt baken. Ik pak gewoon een beetje en ik druk het erin en klaar. Gewoon zodat de concealer mooi op zijn plek blijft en het een beetje mat wordt, hè. Dan ga ik even snel mijn neus contouren met mijn NYX contourpaletje. Ik pak weer deze kleur. En ik doe nou dus echt alleen maar mijn neus, niet meer mijn gezicht, want dat heb ik al gedaan. En dan met de poeder die nog een beetje op de spons zit, echt heel minimaal, ga ik nog een beetje zo over de contour heen om het mooi in te blenden met mijn huid. Normaal breng ik nog een poeder aan onder mijn ogen om het iets lichter te maken en iets meer smooth. Maar ook die stap ga ik nou overslaan, want dat is te veel poeder voor dit droge weer. Nou, dan MAC Fix Plus. Dit is echt een stap die je echt moet hebben. Je moet echt een MAC Fix Plus halen. Hij is echt zeker de 20 euro waard. Er is geen enkel product die mijn gezicht mooier maakt dan MAC Fix Plus. Dit zorgt ervoor dat dat poedereffect helemaal verdwijnt en de make-up mooi in jouw gezicht smelt. En mooi met elkaar smelt. Dan wordt gewoon zo mooi één geheel. Zo, dan ga ik verder met de ogen. Ik gebruik mijn Huda Beauty Eyeliner, maar ik gebruik de potloodkant. Dit is de potloodkant en die ga ik aanbrengen in mijn onderste waterlijn. Ik ga ook een beetje onder de waterlijn om het zo meteen goed smoky te kunnen maken en goed zwart. Zo, je kunt het ook gewoon doen met alleen maar zwarte oogschaduw, maar dan wordt het toch iets minder intens zwart als dat ik zou willen. Dus ik pak nou een zwarte oogschaduw uit mijn paletje. En met een hele kleine penseelkwast ga ik de zwarte kleur inblenden met de oogpotlood. Dan pak ik ook de donkerste blauwe kleur die ik ook hier had gebruikt. En daarmee ga ik de zwarte kleur een beetje uitblenden. Dan pak ik weer mijn platte fluffy kwast die ik nou helemaal schoon heb gemaakt. En dan ga ik het nog een beetje extra smoky maken hieronder. En dan pak ik weer mijn waterproof mascara voor de onderste wimpers. Nou, ik laat dit eventjes opdrogen en dan kan ik het straks gewoon eraf schrapen. Nou komt de laatste stap. En ik pak deze lichte champagne glanzende kleur. Ook weer met een kleine penseelkwast. En die breng ik aan hier in mijn binnenste ooghoeken. Best wel veel, best wel heftig. Dan ook hier onder mijn wenkbrauwen en ook best wel veel. Want ik wil een beetje een heftig effect creëren. Dus ik doe iets meer dan dat ik normaal zou doen.
Dan een beetje blenden met mijn vingers. Zo, en dan is de ooglook nou helemaal klaar. Het is weer super heftig, I know. Dan ga ik mijn gezicht bronzen met mijn Benefit Hoola bronzer. Ik ben weer helemaal into die bronzer. Het is echt een oldschool bronzer. Maar ik vind hem weer helemaal top, want ik ben nou weer een beetje afgestapt van dat hele donkere, warme bronzer effect. Dus ik vind deze weer ideaal. En ik hoef nou ook niet too much aan te brengen, omdat ik al heb gecream contoured. Dus het is daar allemaal al een beetje donker. Dus dat scheelt ook weer een beetje poeder gebruiken. Okay, ik denk dat de mascara nou wel droog is. Dat ga ik even met een spoolie eraf schrapen. Als blush ga ik een beetje voor een donkere blush die niet te veel opvalt. Ik gebruik mijn Elf paletje. En dit is de stijl Fiji. En die heeft zo'n bronzen kleur en een blush kleur. En ik mix ze altijd samen. Want door de bronzen kleur wordt het dan iets meer mijn huidskleur. En dan valt het iets minder op. En dat vind ik wel een mooi effect. Vooral als ik van die veel oogschaduw op heb. En de bel gaat hier echt 100 keer per dag. De blush is by the way te koop bij de Douglas. Als highlighter ga ik weer in dit paletje. Ik ga deze glanzende kleur gebruiken. Die is echt prachtig als highlighter. Nou, voor de lippen ga ik gewoon voor een beetje een nude kleur, want ja, de ogen zijn al way too much. Als lippotlood gebruik ik mijn MAC lippotlood in de kleur Etc. Is een lichte nude kleur. En als liquid lipstick gebruik ik mijn Fenty liquid lipstick in de kleur Unbutton. Even laten opdrogen. En dan ga ik ook nog een glossje opdoen. Want ik persoonlijk hou niet zo van matte lippen. Want ja, dat is altijd een beetje uitdrogend. En het leek me wel leuk om matchy te zijn met mijn ogen. Dus ik gebruik mijn Pixie X Chloe Morello glossje in de kleur Sorbet. En die is zo een beetje blauwachtig. Dat is leuk matchy met de ogen. En het is niet too much. Zo, dit vind ik wel leuk. Als fixing spray wil ik een glowy spray gebruiken, zodat mijn huid mooi glowy blijft en gehydrateerd. Ik gebruik mijn W7 Ready Set Glow Setting Spray in de kleur Holo. Die is ook zo een beetje zo blauw. En dat vind ik ook wel leuk met de look van vandaag. Dan maak ik ook nog een beetje mijn handen schoon met deze make-up wipe. Want er zit nou allemaal make-up op. En dan gebruik ik ook een handcreme. Deze is van Essence. De Essence handcreme die zat in de Essence adventkalender. Daar heb ik ook een hele video over gemaakt. Dus die breng ik ook een beetje aan op mijn handen als laatste. Want ik ben klaar met de make-up look. Zo, dit was dan de winter makeover ooglook. Het is dus echt een blauwe sneeuw icy make-up look. En ik vind het heel erg leuk. Het kost wel echt veel tijd. Vooral de look. Want het is heel veel geblend. En dat ombre allemaal is echt een gedoe. Dus ik hoop dat iedereen de look weer mooi vond. Nou, dit was dan de make-up gedeelte van de video. Nou gaan we verder op de kleding. Ik heb drie leuke winter outfits die ik echt aandoe. Ik heb ook weer een outfitje van de webwinkel Chicel. En ik heb ook een kortingscode weer. En dat is Sarah2010. En dan heb je 20% korting op de hele website. En het is vanaf vandaag 5 dagen geldig. Dus je moet wel een beetje snel zijn als je het wilt. Ik zet de link beneden in de beschrijving. En ik heb een beetje een mix van comfy naar gewoon normale leuke outfits. Dus het is een beetje drie verschillende soorten outfits. Oh ja, de opname waarin ik de outfits aan heb, heb ik gemaakt op een andere dag. Dus als het je opvalt dat mijn make-up en zo daar anders is, dat komt dus omdat ik die niet vandaag heb gefilmd. Outfit 1 is de meest comfy outfit die er bestaat. Het is lekker warm, het is leuk en het is van Chicel. En het is een two-piece set. Je hebt een broek, het is echt een wollen broek in een beige kleur. Hij is hoog en gaat tot aan beneden. Het is echt een flared broek en hij zit echt super comfy. En dan heb je ook een soort van crop top vest erbij in ook die kleur. Dit is de vest en ook deze vest is super dik en wol. En je hebt ook een capuchon, dus super super chill. En het is gewoon one size, dus one size fits everyone. Nou mensen, is dit niet de meest comfy outfit die je ooit hebt gezien? Ik krijg gewoon spontaan slaap als ik naar mijn outfit kijk. Dit is echt een super leuke outfit. Hij is super comfy, hij zit lekker. Dit is een beetje een hoge crop top en de broek gaat ook tot hoog. Hij is helemaal wijd tot aan de grond. Ik ben 1,64 meter. Dus dat is wel handig om te weten. En voor mij komt hij helemaal tot aan de grond. Ik zou dit echt dragen met sneakers of whatever. Ik vind het echt super cute. Je hebt ook hierachter een
capuchon, dat is ook wel handig. En je hebt hem ook in een andere kleur, ook grijs I think, maar ik hou van bruin. Dus ik vind het echt een super leuke outfit. I love it. Hij voelt ook echt dik aan. De kwaliteit van de stof is ook echt goed. Ja, ik vind het echt een super leuke outfit. Dit is echt iets wat ik zou dragen, ook gewoon in huis, whatever. Ik hoef niet eens per se weg te gaan. Ja, ik vind het echt leuk. Outfitje 2 is meer een leuke, cute, vrouwelijke outfit. Ik heb hiervoor een rok van leer. Deze heb ik van de New Yorker, heet die winkel volgens mij. Ik heb hem in maat, even kijken welke maat is dit, of L of XL, een van de twee. Oh, maat 40, dat is maat L. Heb ik de rok. En dan heb ik ook een kooltrui erbij, die is ook van die winkel, gewoon in het groen. Die is wel een beetje dun, niet heel erg dik, maar hij is ook maar 8 euro. En omdat hij maar 8 euro was, heb ik hem ook gelijk in twee kleuren gehaald, want dat is echt super goedkoop. Dit is de kooltrui en dan heb ik het gematcht met een vest. Alleen de vest heb ik gehad van mijn moeder, dus ik heb geen idee waar zij die heeft gehaald. Ik zie hier wel, het is maat S en het is www.marwa.com of zoiets. I'm not sure. En dit is gewoon een zwarte vest. Die gaat best wel lang tot aan beneden en is zo grijs. En dan met gewoon een panty aan. Nou, ook dit vind ik een superleuke herfstoutfit. Als je er toch een beetje cute wilt uitzien. De kooltrui en de rok zijn allebei van New Yorker. De vest heb ik van mijn moeder gehad, dus ik heb geen idee waar die vandaan is. Maar elke grote vest kan wel met deze outfit. De panty is van de H&M, is 15 denim. En met wat Isabel schoentjes. Super cute. Je kunt het ook aandoen zonder een vest. Dat kan ook, obvious. Maar ik vind het met een vest het beste, want dan is het echt zo herfst en lekker warm. En ik vind het echt een leuke outfit. Let niet op dit. Dit gebeurde net toen ik de panty aan het aandoen was. Maar dit vind ik echt ook echt een super cute outfit. I really love it. Met mijn heupen en mijn achterkant zijn er niet heel veel rokken die ik pas. En deze past top. Is een maat L en hij stretcht mooi gewoon mee. Ik vind het echt een top outfit en I really like it. Of met een sjaal aan is het ook heel cute met een tas. Kijk, je kunt ook zo een crossback doen. Is ook cute zo erbij. En dan heb je een hele cute outfit. Voor in de herfst slash winter. I like it. En dan als laatste heb ik een beetje meer een stoere outfit. Ik heb hier een broek. Die is gewoon van leer. Het is niet echt leer. Dit is de broek. Die is gewoon helemaal skinny en zwart. Ik heb hem in maat XL, maar hij is wel te groot voor mij. Dus ik had gewoon maat L moeten doen, want hier is hij echt way te groot en hij stretcht echt goed mee. Dus pak echt gewoon jouw maat. Ik snap ook niet waarom ik XL heb gepakt, maar oké. Deze heb ik van Nelly.com en ik vind hem wel heel erg chill. En dan heb ik ook weer van Chiquelle een wollen trui. Die is een beetje crop top-achtig en een beetje wijd. En die heb ik in maat, oh er staat geen maat. Volgens mij is dit ook gewoon one size. En dit is gewoon een zwarte trui en die doe ik dan zo in die broek met van die leuke boots. Zo, nou gaan we iets meer voor stoer, edgy. Echt wat ik het leukste vind is een leren broek met zo'n trui erop. De trui is ook niet heel lang, die gaat tot ongeveer hier. Deze trui is echt super warm. En dan met van deze boots zo. Dit zijn echt super cute booties. Die zijn van Fabluxe. Ik zet van alles de link in de beschrijving als ik het nog kan vinden. Maar dit is een van de meest makkelijke cute looks die je kunt aandoen. Ik vind dit echt een super leuke outfit. I like it. Het is gewoon simpel, maar toch edgy en een beetje stoer. En je kunt het ook aandoen met een jack erop of whatever. Ja, ik vind dit echt super leuk. Dit is echt mijn jam. En ik hou van zwart mensen. Ik draag altijd zwart. Nou, dit was dan mijn hele winter makeover video. Laat me weten wat je ervan vindt. Want dan maak ik zeker nog meer van dit soort video's, want dan heb je niet alleen maar make-up maar ook fashion erbij. Dat is wel leuk, denk ik, vind ik. Vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier twee video's die je ook kunt gaan bekijken en mijn hoofd om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!